Hoi, ik draag natuurlijk eigenlijk bijna de hele week make-up en het leek me heel leuk om jullie eens mee te nemen in een make-up diary in een videovorm. Ik heb het ooit al in een artikel gedaan op Live Life Gorgeous, maar speciaal voor de LOG Video Week maak ik dus een make-up diary. Kijk mee! Hallo, hallo! Het is vandaag maandag en ik heb op de kalender gekeken bij Live Life Gorgeous en daar bleek dat ik eigenlijk niet per se make-up op hoefde of geen FOTD hoefde te maken. En als het niet hoeft, dan doe ik het ook niet. Dat komt niet vaak voor, dus ik neem het er even van, want ik vind het wel lekker omdat ik nog zeker 4 dagen deze week make-up op moet. Dus vandaar dat ik het vandaag niet doe. Het enige wat ik heb getest is de Ash Velvet Eyebrow Cream en die is van het merk Tease. Daar ga ik zo meteen een review over schrijven. En verder heb ik alleen een beetje concealer op, plaatselijk op een van de Catrice concealer. Want ik even Willemijn haar diary op de foto moest en dan ga ik niet helemaal naakt, nee. Dus dit was de maandag. Hoi, het is vandaag dinsdag. En vandaag heb ik een look gemaakt geïnspireerd een beetje op het truitje van Vanilla wat ik aan heb, deze. Het is een beetje zo'n grauwe paarse. Ik heb even een vest overheen voor het lekker warm hoor, maar dat doe ik eigenlijk gewoon uit verder. En ik heb dus allemaal grauwe producten gebruikt, of althans grauw een beetje taupe. Wat ik heb gebruikt, ik heb dus het potlood Strip Down van MAC gebruikt. En MAC Faux om een beetje zo'n ombere lip te krijgen. Natuurlijk Chanel mascara gebruik ik altijd. Mijn basis bestaat uit deze primer van Ethos, dat is een nieuwe, die ben ik aan het testen. En de foundation van NARS, eigenlijk altijd hetzelfde liedje, samen met de Catrice concealer. En ik probeer nu dit nieuwe product uit van Catrice, de Nude Illusion Powder. Wenkbrauwen gedaan met Dirty Blonde van MAC, Painterly van MAC als basis. En ik heb een ooglook gemaakt met de Catrice Matte, ik weet het, Vanility Fair heet die. En met een nieuw palet van MUA, hoe heet deze? Dit is het Romantic Florence's Soft and Striking Shades. Oké, dan heb ik dus deze kleur gebruikt, deze, deze, die en een beetje de zwarte tonen. En ik heb natuurlijk deze gebruikt van MAC ook, van Kelly Osbourne collectie. Dit is Jolly Good, daar heb ik een beetje de taupe kleur van gebruikt om een lichtjes te shapen, blush aan te brengen. En deze heb ik ook gebruikt als highlighter van Catrice. En deze als blush van Clinique, dit is Defining Pinks, dat is een hele mooie blush. Verder heb ik het Too Faced zwarte oogpalet nog gebruikt om mijn ogen te omranden. En dat is het. En zo ziet het er dan uit. Deze vorm doe ik eigenlijk bijna vrijwel altijd, omdat ik het gewoon mooi vind. Gewoon licht in de ooghoeken op het ooglid en een beetje de buitenste ooghoeken wat donkerder. En hoewel ik wel vrij vaak donkere kleuren gebruik, vind ik het niet heel heftig alsof je inderdaad uit de discotheek komt. Dat zeiden jullie ook toen ik mijn soort van everyday look laat zien, die ik eigenlijk niet heb. Dus dit is de look en tot morgen! Hallo, hallo! Het is vandaag woensdag en ik werk weer bij Willemijn. En ik ga je ook laten zien wat voor make-up ik op heb. Ik hoefde niet iets speciaals te doen vandaag. Maar ik had wel weer zin in een lekkere eyeliner. Dat was een tijdje geleden. Dus ik heb een beetje, zoals altijd, een beetje ja, taupekleuren gebruikt en dergelijke. En ik ga eerst laten zien wat ik heb gebruikt. Allereerst de basis. Ik begon met de NARS Foundation natuurlijk. En eronder deze primer van Ethos. Dan de Catrice Camouflage Concealer en om alles af te poederen de Catrice Nude Illusion Loose Powder. Die is best wel fijn trouwens, er is als het goed is een review over geweest afgelopen week. Daarna begon ik met de basis Painterly van MAC en mijn wenkbrauwen deed ik met Dirty Blonde. En even denken, oh ja, ik heb gebruik gemaakt van Naked 2 en van het Nude Tooth Palette van The Balm. Ik ben begonnen met Sultry in de arcadeboog en die heb ik gemixt met Velvet van Naked 2. Dus zeg maar zilver met bruin in de arcadeboog. En dat geeft zo'n hele mooie ja, flash, om het zo maar te zeggen. Daarna heb ik Stubborn gebruikt op het ooglid. Deze in de... Deze, sorry hoor, heel hoekzwaard. Standoffish in de binnenste ooghoek. En in de buitenste ooghoek heb ik daarna... moet ik even goed nadenken. Ja, heb ik Selfish gedaan. En om het intenser te maken, Sexy. Is een beetje zo'n bordeaux kleur. Onder mijn oog heb ik Snakebite gedaan, ook weer van Naked 2. En die heb ik een beetje gemixt met Sexy. En toen was het tijd voor de blush. Daar heb ik Adorable voor gebruikt van Essence, de Silky Touch Blush. Die heb ik volgens mij ja, voor de tweede keer gebruikt. En om mijn ogen te omlijsten heb ik nog een bruin potloodje van Suva gebruikt. Natuurlijk mascara van Chanel, zoals altijd. En op mijn lippen draag ik MAC Snap. Oh, en ik vergeet het bijna, volgens mij Dip Down heb ik gebruikt als eyeliner. Dat heb ik even geleend van Willemijn.
En Willemijn heeft mijn haar even gedaan met de isotang. Eventjes wat meer slag en krullen erin. Dit is hoe de look eruit ziet. Zo kijken of je die arcade wel een beetje goed ziet. Ik hoop dat je me het zilveren er doorheen zag. Tot morgen maar weer! Goedemorgen, of ik moet eigenlijk al zeggen middag, het is al 1:30. Het is vandaag donderdag en ik was om 6:30 al aan het werk voor LLG and Women. En vandaag is een dag dat ik denk, ik hoef vandaag echt geen make-up op, ik heb er echt geen zin in. Wat ik wel heb gedaan is, moet ik vertellen, 4 nieuwe producten gebruikt van Paula's Choice. Namelijk de cleanser, de toner, een serum en daarna een dagcreme met SPF 30. Want het is vandaag super mooi weer, dus ik ga zo meteen even fietsen met Noah. Want ik heb mijn werk allemaal af en... wat wil ik nog meer zeggen? Ja, weet je wat het ook is? Ik moet dus eigenlijk waarschijnlijk vrijdag tot zondag sowieso elke dag make-up op. Want morgen hebben we tv-opnames, Willemijn en ik. En zaterdag heb ik een verjaardag. En zondag krijg ik visite. Dus als er een dag is waarop ik geen make-up op, per se ophoef, zoals afgelopen maandag en vandaag, dan doe ik het ook liever niet. Ik probeer wel echt 2 dagen in de week geen make-up te dragen. Gewoon omdat het lekker is als je huid een beetje kan ademen. Vandaag geen make-up. De make-up diary van vrijdag. Nou, de basis, Ethos Primer, NARS Concealer en de losse poeder van Catrice, die heel erg fijn is. Daarna Paintly opgedaan en deze vooral als highlighter gebruikt en op mijn ooglid. Een aantal kleuren uit het Meet Matte Nude Palette heb ik gebruikt. Ik zal hem even open doen voor jullie. Zo, oh, gaat niet goed. Namelijk deze in de crease samen met Matte Sing en deze heb ik in de buitenste oog ook gebruikt. Dan heb ik nog de On the Pink Side of Life lipstick gebruikt van Catrice. En de volgens mij Daydreamer heet die. Nee, Summer Dreaming Blush van Essence heb ik gebruikt. Samen met Soft and Gentle van MAC als highlighter. Ik sta nu in het daglicht natuurlijk, dus zo ziet het er ongeveer uit. Tada! En ik heb kleurlens in inderdaad, de groene. Hoi, het is zondag en ik ga je laten zien wat ik gebruikt heb vandaag qua make-up. De oma van Jorik is jarig, we hebben een verjaardag, dus ik wilde op zich wel een beetje natuurlijk make-up, maar wel dat je ziet dat je wat op hebt. Dit is de look dus, iets met taupekleuren, bronzer. Een Essence Velvet Rose die ik ondertussen weer opnieuw aan moet brengen. Ik heb mijn haar een soort van halve vissen gedaan, vlecht gedaan. En klaar voor de dag. Oké, de basis bestaat uit de Max Factor Miracle Touch. En deze concealer. Ik heb niet afgepoederd, want mijn huid is een beetje droog de laatste tijd. Dus dat is niet echt nodig. Oh ja, één ding dat ik vergeten heb. Deze bronzer van MAC. Dit is de... iets met... Hoe heet je ook weer? Oh ja, Matte Bronze. Die heb ik gebruikt om mijn wangen een beetje te bronzen. Samen met deze blush van Essence. Dit is Summer Dreaming. En toen de ooglook, de Too Faced Serum Insurance gebruikt, toen heb ik de taupekleur gebruikt, helemaal op mijn oogleden. En deze als highlighter, onder het wenkbrauwbot. En daarna, hallo Noah, daarna heb ik deze koperkleur ook in het binnenste ooghoek gebruikt en in de arcadeboog van MUE. En een bruin potloodje in de waterlijn en een zwart lijntje met oogschaduw als soort van eyeliner. En Essence Velvet Rose als lipstick. En natuurlijk de Chanel mascara zoals altijd. Het ging een beetje voor een zachte look. Die wel geschikt is voor mijn verjaardag. Hallo, hallo. Het is vandaag zondag, de laatste dag van de make-up diary. Mijn ouders komen zo meteen. En ik wilde vandaag dus wel wat make-up op, maar een beetje licht en wat meer verzorgend. We gaan waarschijnlijk wandelen met de hond zo meteen. En dit is wat ik gebruikt heb. Ik heb eerst een moisturizer gebruikt van Paula's Choice. En daarna ben ik verder gaan met een BB cream. Deze is van Kiehl's en die heeft SPF 50. En ik ben nu salicylzuur aan het gebruiken. Dus het is wel handig om een beetje iets met een hoge SPF daarna aan te brengen. En zeker als we gaan wandelen, want het is op zich best mooi weer vandaag. Die heb ik dus aangebracht met een bufferkwast. Daarna met oneffenheden de Catrice Concealer gebruikt. Deze nieuwe poeder van Makeup Academy gebruikt als finishing touch. Hier ben ik nog aan het twijfelen of ik een review van schrijf, ja of nee. Even nadenken. Ik heb eigenlijk geen ooglook gemaakt, alleen maar de Catrice Better and False Lashes gebruikt, de mascara. En mijn wenkbrauw heb ik minimaal ingekleurd met een oogschaduwpoedertje, niet echt noemenswaardig. En op mijn lippen zit MAC Faux, dat is eigenlijk het enige. Ik ga dus lekker genieten van de zondag, ik heb ook geen lens in, helemaal niks. Dus ook geen make-up look op, ja, make-up look op, geen uitgebreide ooglook in ieder geval. Maar ik zet lekker mijn bril op, want ik heb lekker mijn lens er niet in. Heerlijk,
Fijne zondag. Ja, als je dit kijkt is het helemaal geen zondag. Fijn weekend alvast. En bedankt voor het kijken.